In deze video geef ik je een overzicht van een aantal tools die je eigenlijk als ZZP'er in 2022 niet meer kan missen. Ik gebruik ze zelf ook en ik kan echt niet meer zonder. Het zijn er 6 en je ziet ze allemaal in deze video. Om te beginnen een programmaatje waar ik niet meer zonder kan. En dat programma dat heet Mail Butler. En Mail Butler is een programma die je eigenlijk connect aan je mailapplicatie. Nou ben ik nogal een chaot en ik ben ZZP'er. En je weet, ZZP'ers die gaan geen dure CRM-systemen en zo kopen. Maar je wil wel soort van georganiseerd raken. Nou, een concreet voorbeeld. Ik krijg een mailtje van iemand en die zegt van joh, jij bent dagvoorzitter, hartstikke leuk. En ik heb je ergens gezien. En wie weet, over een half jaar hebben we een congres en dan zoeken we een dagvoorzitter. En wie weet, denken we dan wel aan jou. Nou, dat is zo'n mailtje, die komt dan binnen en normaal dan vergeet je die gewoon. Wat kun je nou met Mail Butler doen? Als ik zo'n mailtje krijg, dan denk ik, wacht even, dan moet ik dus over een maandje of 4, moet ik eigenlijk diegene even een reminder sturen. En dat doe je in Mail Butler. En Mail Butler is gewoon geïntegreerd in je mailapplicatie. Zowel in Outlook als in Gmail, als in mijn geval gebruik ik Macmail op mijn iMac. Komt er een mail binnen. En ik denk, hé, daar moet ik aan denken over 3 maanden. Dan klik ik op een paar knopjes en ik zeg, jongens, over 3 maanden dan wil ik een reminder. En precies over 3 maanden krijg je een reminder. Mail Butler kan nog veel meer dan dat. Je kan er taken aan toevoegen, je kan notities eraan toevoegen. Maar ik gebruik met name de follow-up functie, de reminder functie. Die gebruik ik eigenlijk standaard. Als ik bijvoorbeeld iemand mail en ik wil graag van diegene wat weten, maar diegene reageert niet, vind ik het heel prettig als ik dan na een week of na 2 weken door het systeem een alertje krijg van hey, diegene heeft nog niet gereageerd en stuur er nog eens een reminder achteraan. Mail Butler heet het. Je hebt verschillende abonnementsvormen daarvan. Ik heb volgens mij de Professional als ik het goed heb en ik betaal een kleine €100 per jaar. Meer dan waard. De tweede, en ja, dus op zich hoor je daar natuurlijk heel veel over, hè? Veiligheid op internet en wachtwoorden en hoe ga je daarmee om? Nou, ik heb jarenlang geleefd met 1 wachtwoord. Ik denk, joh, het zal allemaal wel. Ik gebruik overal hetzelfde wachtwoord. Nou, dat kan niet meer vandaag. Maar tegelijkertijd, ja, hoe doe je dat dan? Ik gebruik 1Password. En 1Password, er zijn meerdere systemen à la 1Password. Maar ik gebruik 1Password en eigenlijk is dat 1 grote kluis met allemaal wachtwoorden van jouw systemen. En die kun je dus waanzinnig ingewikkeld maken met 20 tekens en rare dingen erin. Het mooie is dat je 1Password kan integreren in je werkomgeving. Oftewel, je hebt een plugin voor in je browser, je hebt een app voor op je mobiel. Dus dat betekent dat als ik bijvoorbeeld iets bestel bij Coolblue, noem maar wat, en ik moet daar inloggen, dan krijg ik onderin een meldingje van 1Password. En met mijn vingerafdruk op mijn mobiel logt hij in 1Password en hij vult zo de logingegevens van het in dit geval Coolblue of welke andere app je dan ook in moet. En datzelfde geldt in mijn browser. Als ik achter mijn Mac zit en ik moet ergens inloggen, 1Password is als het ware geïntegreerd in mijn browser en ik kan zo inloggen. Een perfecte tool. 1Password, nog nooit zo makkelijk met wachtwoorden omgegaan. Het kost, ik dacht, iets van €30 per jaar, dus daar hoef je het absoluut niet voor te laten. En dan, ja, een van mijn favoriete bezigheden. Ik vind het superleuk om achter de computer zelf allemaal dingen te doen. En het toverwoord vandaag de dag is templates. Er zijn overal templates voor. Moest je, zeg maar, in the old days moest je naar een reclamebureau of naar een DTP'er of je moest, weet ik veel, naar wat voor bedrijven toe om allemaal dingen voor elkaar te krijgen. Nu zijn overal templates voor. Als we kijken naar deze video, waar ze nu en al mijn naam netjes in beeld komt, dat heb ik echt niet allemaal zelf lopen fabriceren. Dat is gewoon voor een paar tientjes koop ik zo'n template. Je kan je naam erin typen en huppakee, en die hele animatie die draait. Maar een andere set van templates die ik gebruik, die is van de firma Jumpsoft. En die hebben toolboxes voor documenten. Voor Word documenten of in mijn geval Pages documenten, maar voor PowerPoint documenten. Allemaal templates. Dus wil jij een beetje nette rapporten maken? Wil jij een toffe factuur qua design opstellen? Het maakt niet uit. Je hoeft dat niet zelf vorm te geven. Je hebt een, in het geval van Jumpsoft heb je een toolbox voor Pages. Die heb ik. Dat kostte me eenmalig. Kost me dat een paar tientjes. En dan heb ik honderden documenten om presentaties te maken, om rapporten te maken, om flyers te maken. Je noemt het maar op. En wat is nou eigenlijk de kracht van die template? Je kiest een design uit en je hoeft alleen maar de elementen te vervangen. Dus je kan tekstjes erin aanpassen, je kan er een plaatje in stoppen, een foto van jezelf in stoppen, maar het hele design, het ziet er gewoon super profi uit. En jij hoeft alleen maar de inhoud aan te passen. Ideaal. Jumpsoft heet het en ik betaal
nogmaals, een paar tientjes, ik geloof €45, eenmalig. En dan heb ik dat hele ding tot mijn beschikking. Templates zijn er ook voor, ik zie nog wel eens mensen die gewoon heel veel geld spenderen aan een logo. Je kan ook naar Luca.com gaan en op Luca.com, daar vul je de naam van je bedrijf in. Je vult in welke industrie je werkzaam bent. Ze laten een aantal voorbeeldlogo's zien. Jij kan aanklikken, oh, die vind ik wel leuk, die vind ik wel leuk en die vind ik wel leuk qua stijl. Je kiest een kleurenpaletje uit. Nou, dit zijn mijn kleuren. En hoppa, daar komt een hele rits van logo's tevoorschijn. En wil je er dan eentje hebben waarvan je denkt, hé, die is tof, dan betaal je eenmalig €55 en je krijgt de high-res bestanden en downloaden en klaar is Kees. Je hebt je logo. Echt makkelijker kunnen we het niet maken. Templates dus, jongens, maak daar gebruik van voor alles wat je doet. En het kan nog mooier, want dat is de volgende tool die tot je beschikking staat. Dat is gratis. Wat is er fijner dan spullen gratis krijgen? Denk bijvoorbeeld aan video. Stel, jij wil om wat voor reden dan ook een video maken, maar je wil wat mooie beelden van Amsterdam, of je wil wat mooie beelden van het strand, of wat mooie beelden van bosomgevingen. Dan ga je naar een site als pexels.com en daar vind je al die video's. Gratis, vrij te gebruiken en nog mooier, vrij commercieel te gebruiken. Ook zo'n prachtige website is unsplash.com. Ook daar vind je prachtige foto's. Nou, dat zijn maar twee voorbeelden. Gebruik dat soort gratis platformen voor allemaal spullen die je kan gebruiken als ZZP'er. En dan hebben we nog twee tools, eigenlijk wat voor de hand liggende, maar die ik toch noem. En één daarvan is YouTube. Je zit nu waarschijnlijk op YouTube te kijken. Maar YouTube is de allerbelangrijkste bron voor ZZP'ers als het gaat om helpcontent. Oftewel, als jij iets wil weten, zoek het op YouTube. We zitten hier in de studio van CVD-TV, mijn YouTube-kanaal voor ondernemers, waar ik hier interview ik ondernemers. Deze hele studio, die heb ik gebouwd, ingericht, puur op basis van de kennis die ik heb opgedaan op YouTube. Wat voor camera's moest ik gebruiken? Welke microfoons gebruik ik? Hoe sluit ik dat allemaal aan? Hoe doe ik het met licht? Hoe zorg ik dat het geluid goed is? Het kost wat tijd, maar alles heb ik zelf uitgevogeld via van allerhand YouTube-kanalen die ik vond, met van allerhand gasten die daar alles vanaf wisten, alles lieten zien, reviews lieten zien van camera's, van microfoons. En zo kwam ik tot de beste keuze en heb ik hier een complete YouTube- en podcast-studio ingericht, zonder dat ik daar van tevoren nou heel veel kennis over had. En dat geldt op bijna elk domein, elk vakgebied. Overal zijn de antwoorden te vinden op jouw vragen. Dus typ je helpvragen in YouTube. En voordat je andere mensen gaat vragen, hoe werkt dit? Of hoe moet ik dit doen? Of hoe zit dat nou in elkaar? Doe het eens en voor de grap. En zie hoeveel antwoorden er online te vinden zijn. Dus niet alleen op Google, maar met name op YouTube. En de laatste toolkit die ik ontmoet nog te veel ZZP'ers die een soort van sceptisch zijn als het gaat om social. Maar neem van mij aan, gebruik de socials als toolkit voor je business. Hè, is het puur zakelijk, gebruik LinkedIn. Ga mensen volgen die in jouw industrie werken. Ga mensen volgen die wellicht potentieel klant kunnen worden van je. Maar ga zelf post. Vertel leuke dingen op LinkedIn. Breng dingen over waar je mee bezig bent. Reageer op anderen die leuke dingen schrijven of laten zien die jou interesseren en bouw op die manier actief aan je netwerk. Wil je, wat ben je meer visueel ingesteld? Gebruik Instagram, waarbij je wat meer op plaatjes gebaseerd kunt communiceren. Wil je jonge gasten bereiken? Kijk eens rond op TikTok. Lach niet social meteen weg als ZZP'er. Dat je denkt, ja, TikTok, wat moet ik daar nou? CVD, die zit er sinds een paar weken op en ik kan je vertellen, de resultaten die zijn prachtig. We hebben inmiddels meer dan 1 miljoen views met een paar weken tijd en dat niet alleen. Het aantal abonnees op YouTube is ook verdubbeld. Oftewel, ik zie nu al het profijt van het gebruik van TikTok als een van de socials. Dus gebruik al die kanalen. Ze zijn er, ze zijn tot je beschikking. En ze kunnen je als ZZP'er echt verder brengen. Ze kunnen je slimmer maken. Je kan je netwerk uitbreiden. En je kan er echt omzet en klussen en handel en prachtige klanten uithalen. Dus gebruik de socials. Dit waren de tools die ik graag met je wilde delen. En dat is ook de toolkit die ik zelf super actief gebruik in mijn business en die mij absoluut heel veel brengen. Ik hoop jou ook. Heb je nou nog meer tips en denk van, oh joh, dit zijn tools die ik zelf gebruik. Laat ze hieronder achter in de berichten. Dan kunnen andere ZZP'ers er nog van profiteren. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi.
Thank you.